Oh, goed, ik ben niet bij. Ik moet even bier halen. Het was een. Oh. Dit gaat wel een paar minuten duren, hè? Dus ik zou zeggen, pak je kans om een bier te staan. Oké, de prijsuitreiking van de voorronde luchtgitaar in P60 Amstelveen. Ik heb het hier op mijn papiertje staan. Maar dit ga ik niet alleen doen. Hierbij heb ik de master of Air Guitar Holland nodig. Juri van Gouw, dames en heren! Oké, Jor, ik geef het aan jou. Ja, dankjewel. Nou, allereerst weer Amstelveen bedankt voor de enorme opkomst natuurlijk. Thank you, Amstelveen. Kijk eens. Jullie hebben allemaal gezien dat het nog best moeilijk is om een goede act neer te zetten. Je hebt 2 keer 1 minuut, de vrije en de verplichte ronde. Er waren een aantal mensen die in de vrije ronde heel goed presteerden, maar minder in de verplichte ronde. De verplichte ronde is wat zwaarder, omdat dat moeilijker is. Is ook zwaarder in de beloning eigenlijk, qua punten. En de verplichte ronde, ja, daar moet je op improviseren. Dat was niet eenvoudig. Er waren een paar die daar juist weer heel goed in waren. Dus we hebben een poldermodel uitslag nu. Ja, een poldermodel uitslag. We hebben een winnaar. Het is ongelooflijk, steeds, we hebben een winnaar. En we hebben ook een nummer 2. En het goede nieuws is, die mag ook direct naar Paradiso. 2 naar Paradiso. 5. Ja, je wilt niet geloven, maar ik ben in onderhandeling voor rechtstreekse uitzending. Dus wellicht komt het sowieso op internet rechtstreeks, via Fat Channel. Maar misschien ook via Telegraaf of gewoon op de tv. Dus wie weet kan je gewoon iemand uit Amstelveen daar wel zien. Maar de uitslag, daar begin ik met de wildcards. En we hebben er maar liefst 3. Ja, goed hè. Want wat is een wildcard? Dat ga ik uitleggen. Een wildcard, alle mensen die redelijk goed waren, maar eigenlijk nog niet helemaal goed genoeg om in Paradiso voor 1500 wild enthousiaste mensen en een keiharde jury, want ik ben gewoon een badje. En Stees is gewoon hartstikke lief. Maar er zit ook in de jury Phil Tilly, de gitarist van Moog, Jan Vollaert, de recensent van de NRC en van de VARA. En we kijken nog naar een mooie Sopie. Ja, gewoon omdat ik het leuk vind. En die zijn natuurlijk gewoon keihard in de jurering. Ze zijn heel erg ervaren. Wie zijn de wildcards? De eerste wildcard, ja. Vroeger werd je daarbij onthoofd. Maar goed. De eerste wildcard gaat naar iemand die er al eentje heeft uit een vorige voorronde. Dat betekent dat hij 2 wildcards heeft. En daarmee dus meer kans maakt op de finale. Gaat 2 keer in de grote route. Deeper Water, eerste wildcard. Ja. Grote kans op de finale. De tweede wildcard, en dat was toch iemand die in de eerste ronde niet zo goed presteerde, maar in de tweede ronde best aardig naar boven kwam. Dat wil je ook als je een wonderbaarlijke baarmoeder hebt. Zij is wel een beetje verliefd op het podium, maar het podium is ook wel een beetje verliefd op jou, denk ik. Ja, dus je hebt wel podiumcharme en de tweede ronde was echt goed. Ik dacht echt, als je dat maar in de eerste ronde had gedaan. Ja, even over die schroom heen. Dat is de 2e keer dat ik het ooit deed. Ja, dan kan je nagaan, misschien nog wel een 3e en 4e keer en dan word je steeds beter. Dus dat is erg, was heel erg verdiend. De derde wildcard, dat was voor iemand die in de eerste ronde steengoed was. Maar in de tweede ronde was het eigenlijk, ja sorry hoor, was eigenlijk dacht hij van, wow, ik heb het laten zien, eigenlijk wel heel erg goed. Nee, zo werkt het niet. Bobby G, man. Altijd blijven presteren met die luchtgitaar. Elke seconde telt. Je hebt maar 60 seconden in je leven en je moet gewoon doorgaan. Ja, ik heb ook coachingsbijeenkomsten. Ik geef ook training aan managers. Ja, topmanagers, kom los mensen, kom los. Dus ja, dat zijn de 3 wildcards. Ze maken kans op finale en we hebben dit jaar waarschijnlijk wat extra wildcards die meegemaakt. Dus we hebben nog 2 voorronden, overmorgen in Breda. Doe Stacey en ga ook nog naar Almelo. Ja mensen, Almelo. Dat moet ik doen, zware taak, want dat wordt natuurlijk flink bierzuipen, heuken en noem het nog maar op. Ik heb het al een paar keer gedaan, nog steeds overleefd, maar je weet nooit of het de laatste keer is. Op de 2e plaats en hij gaat direct naar Paradiso.
Ja! Zo werkt hij. Timing is ook erg belangrijk. Dat is erg belangrijk. Soms ontbrak dat. Ik weet niet of ik allemaal hoor op de achtergrond, maar... Ik heb het idee dat ik door een soort aliens van achteren word opgegeten. De eerste finale plaats, en ik noem hem steeds Van Schaffelaar, maar hij heet de Schaffelaar, Jan de Snuffelaar. Ja mensen, iedereen krijgt nog coachingsgesprekken met mij. Ga zwaar depressief het podium op in Paradiso, maar in ieder geval al één finale plaats en een boekje. Goed doornemen. En de winnaar, het zal voor u misschien een verrassing zijn, want u kent hem nog niet, maar wij kennen hem al heel goed, want hij doet elk jaar mee. Hij heeft tot nu toe elk jaar de finale gehaald, maar hij heeft nog nooit een voorronde gewonnen. En vandaag is de eerste keer dat het hem wel is gelukt. Voor de zesde keer opeenvolgend gaat hij naar de finale. Hij maakt het meeste contact met het publiek, dat mogen we toch wel zeggen. Niemand minder dan... Dan zou ik nu willen zeggen, even met z'n allen, Metallica. Allemaal gewoon meedoen, schroom je niet. De hele wereld doet het. 24 landen en uit meer dan 20.000 deelnemers. Dat is meer dan schaatsen, curling, vlierenleppen, polstok, hoogspringen en curling samen. Wordt dan uiteindelijk de luchtgitaarkampioen gekozen. Dus we zitten in de ranking voor Olympische Spelen. Ik zou zeggen, even Metallica. Doe allemaal lekker mee. Waar staat hij onder? Op een CD. Onder een CD. Onder CD. Staat er allemaal helemaal in. Nee. En dan is er een drukknop. Druk op Q. Jongens, Amstelveen. Hij loopt hier wel. Ik verdedig Amstelveen wereldwijd altijd. Kom op. Alles omhoog. Ik zat in Amsterdam op school. En moest altijd Amstelveen verdedigen. Laat me niet in de steek. Doe, laat het doen. Ja, Metallica is nog nooit zo subtiel. We zijn nu ook terug muziek. We zijn lekker te doen, hè? Yeah!
geven. Ach ja.